Goedenavond allemaal. Welkom allemaal bij alweer de derde avond van onze gastschrijver van dit jaar, Ellen Dekwiets. Ook hartelijk welkom aan alle studenten van Ellen, die, naar ik heb begrepen, zich allemaal met heel veel liefde laten afbeulen, al 2 weken lang. Vorige week hebben we het gehad over veranderingen in de literaire vormen, die volgens Ellen's theorie, daar kunnen we natuurlijk over discussiëren, of die dan veranderen naarmate een schrijver niet meer schrijft over biografische thema's, maar gaat schrijven over de actualiteit. En vanavond gaan we het hebben over de verwachtingen van de lezer. En ik denk dat Ellen daar ook een heleboel interessante theorieën over heeft. Ik heb een heleboel verwachtingen. Uw applaus voor Ellen Dekwiets. Hallo, wat fijn dat u er allemaal weer bent. Ik schrijf van hallo, hallo allemaal, gezellig allemaal. Oh, jeetje, Hugo, leuk. Wat grappig. Oh, ik zie Koen Peppelbos ook zitten, komt goed uit. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Goed, nou jongens, hallo, welkom. Leuk dat jullie weer van de partij zijn op deze regenachtige avond, waarop we, laten we eerlijk zijn, eigenlijk alleen nog maar een nieuwe Blade Runner hadden gekund. Dus waarom zouden we niet eens met z'n allen even lekker over de letteren gaan hebben? En bij deze, ik ga jullie de komende 40 minuten informeren, maar ik hoop natuurlijk ook een klein beetje entertainen over literatuur en een aantal hele belangrijke consequenties daarvan. Afgelopen week, ik moet even resumeren omdat de lezing van vanavond er ook deels op in zou gaan. Afgelopen week hebben we het, Mirjam zei het al, gehad over hoe actualiteit opeens in het oeuvre van een schrijver kan sluipen en gevolgen kan hebben voor de vorm die diens werk aanneemt. En Mary Kemperink, emeritus hoogleraar, merkte toen terecht op dat literatuur natuurlijk altijd al aan verandering onderhevig is geweest. Ja, dat heb je echt gezegd. Maar misschien ben je die mening nu niet meer toegedaan. Oké, cool. En het is altijd een prikkelende vraag welke variabelen er in een tijdsgevricht aan bijdragen hoe literatuur verandert. En ik heb daar afgelopen week geprobeerd een aantal antwoorden op gegeven die ik niet ga herhalen. Mevrouw Kemperink merkte daarbij ook op dat er geen enkele vaste vorm is eigenlijk voor literatuur. Voor wat we een gedicht noemen of voor wat we proza noemen. Het zei je, hè? Ja, oké. Okay. En gewoon dat we gelijkmatig beginnen. En toch, ondanks dat heeft, uit mijn getuige, mijn ervaring, de hedendaagse beginnende schrijver, dichter of columnist wel degelijk vastomlijnde opvattingen van wat literatuur nou is. En daar ga ik het vanavond met u over hebben. En daarvoor moeten we terug naar het jaar 2008... De wereld zag toen enkele grote veranderingen. Hè? Was de Lehman Brothers crisis, bankencrisis, Obama werd president en ik leverde mijn scriptie in. Ik was klaar voor de grote boze wereld. Tijdens mijn studententijd timmerde ik al goedbedoelend aan de weg als poetry slammer, columnist, als schrijfdocent en verhalen vertellen. Kortom, ik was helemaal klaar voor het leven na de universiteit. Ik was er helemaal voor gereed om professioneel jurylid te worden voor literaire wedstrijden. En vanaf mijn afstuderen werd ik ook door mijn bluf voor diverse juries gevraagd. En omdat dat beter verdient dan wc's schrobben of dichtbundels uitgeven, dook ik daar met vol enthousiasme op. En zo raakte ik in de loop der jaren verbonden aan diverse schrijfwedstrijden. Bijvoorbeeld de Turing-gedichtenwedstrijd, maar ook de kunstbende, Doe maar dicht maar. Ik heb gejureerd voor columnwedstrijden, essaycompetities, verhalenwedstrijden. Ik ben jarenlang juryvoorzitter geweest voor Right Now, dit jaar zelfs voor de PC Hoofd. Kortom, ik heb heel veel gejureerd. En jureren is leuk, want het betaalt. Je mag betaald dingen lezen, dat is altijd fantastisch. Maar het is ook heel leerzaam en je kunt daardoor een aantal dingen leren over letteren die ik vanavond uitgebreid met jullie ga delen. Want door al die uren aan de vergadertafel leerde ik ook hoe andere mensen naar teksten keken. Ik leerde hoe ontzettend divers een opvatting als van wat goede literatuur is nou kan zijn en hoe je daar vooral tot in den treuren over kan bekvechten. En wat ik ook leerde is dat het veel makkelijker is om een tekst slecht te vinden en te beargumenteren waarom dat is, dan om een tekst goed te vinden. Want over wat echt belabberde teksten waren, daar waren ik en mijn medejuryleden, ongeacht het soort wedstrijd waarin ik zat, het meestal wel meteen over eens. Er zijn grofweg 2 slechte soorten teksten. 1 is een onleesbaar geschreven tekst. Dat
is logisch. En de tweede soort is hetgeen dat binnen de gebaande paden van de literatuur blijft. Dat slechts deed alsof het literatuur was. En menig jurylid met wie ik heel veel koffie heb gedronken, stond achter Milan Kundera's adagium dat een verhaal dat niets nieuws vertelt, een slecht en immoreel verhaal is. En veel beginnende schrijvers, of ze nou korte gedichten, verhalen of columns produceren, zijn er aanvankelijk eerst vooral mee bezig om de lezer ervan te overtuigen dat hetgeen ze hebben geschreven vooral echt een column, een kort verhaal of een gedicht is, waardoor al die teksten op elkaar gaan lijken. Het is eigenlijk hetzelfde, we hadden vorige week even over hetzelfde voorbeeld als wat ik toen gaf. Hè? Als ik aan jullie vraag van wat is dit voor kunstsoort, dan is het... Maar ja, het is natuurlijk geen goed ballet. Hè? Ik bedoel, het vervoert niet, het ontroert niet, het zweept niet op. Of je moet wel over een heel levendige fantasie beschikken en de afgelopen jaren qua dans echt tekort zijn gedaan. Het jarenlang zetelen in juries leerde mij dat de beginnende schrijver een vrij beperkt beeld heeft van hoe een kort verhaal, gedicht of column eruit ziet. 1. In het standaard korte verhaal is er altijd sprake van een grote emotie. Woede en verdriet zijn daarbij de toppers. Er is een hoofdpersoon van wie we elke gedachte meekrijgen en aan het einde gaat er altijd wel iemand dood. Blijkt iemand gek of blijkt het allemaal een droom? En het bevat nogal veel archaïsche woorden. 2. Het standaard ingezonden gedicht is conventioneel met enkele natuurbeelden. Het is vrijwel of in het vrije vers geschreven, of wat in het beste geval bedoeld kan zijn als een sonnet. Het bevat veel archaïsche woorden. 3. De standaard ingezonden column gaat over hoe stom de menemens is, vooral in de trein of in de supermarkt of in het huis naast de schrijver. Zo'n column eindigt altijd met 3 puntjes. Alsof de lezer zelf iets mag invullen, maar dat is overbodig omdat het punt al veelvuldig wordt gemaakt en de auteur het tel don show adagium beleidt in iedere zin. Tegen deze 3 standaardbeelden valt echt wel iets in te brengen. De gedichten van C. Oyelema zijn soms confessioneel, bevatten natuurbeelden en staan in het vrije vers, maar verrassen, bruisen, ontroeren. De korte verhalen van Salinger bevatten grote emoties en er gaan ook mensen dood, maar de conversaties en de personages maken dat het werk onvergetelijk wordt. En iedereen die Arnold Grunberg wel eens heeft horen klagen in een column over de NS weet dat je de spoorwegen ook op een eloquente manier kan vervoeren. En het gaat mij er hier ook niet om het werk van beginnende schrijvers af te kraken, maar meer op het interessante fenomeen dat ze allemaal op elkaar lijken, omdat het een aantal dingen zegt over hoe er over literatuur wordt gedacht. Overigens, niet alleen het merendeel van de ingezonden teksten bij schrijfwedstrijden lijkt op elkaar, maar ook die bij de slush pile bij uitgeverijen. Ik zie Anton van Passage daar zitten. Misschien wil je hier naar de lezing dieper op ingaan. Misschien. Oké, goed. De slushpaal, voor degenen die het niet weten, dat zijn de stapels ongevraagd ingezonden manuscripten bij een uitgeverij. En het gaat hier niet om losse verhalen of losse gedichten, maar vaak om hele romans en hele bundels. En die hebben ontzettend veel overeenkomsten. Wat enkele redacteuren van 4 van de grootste landelijke uitgeverijen me anoniem wisten te vertellen. De romans die men daar binnenkrijgt gaan 9 van de 10 keer over een echtscheiding of over de dood, waarbij de vertelling het particuliere niet overstijgt. Of het gaat over de navel van de auteur. Dit is altijd opgeschreven vol archaïsche woorden en bombastische emoties. Wat deze manuscripten ook nog eens met elkaar gemeen hebben, is dat veel aspirant-auteurs er ook alvast een zelfontworpen omslag bij leveren, met daarop een familiefoto in sepia. En daaronder staat dan uitgegeven door... ...? En dat had ik dus ook kunnen doen vroeger, dus het is fantastisch. Ook bij literaire tijdschriften, althans de redacties die ik heb gesproken in Amsterdam, lijken de ongevraagde inzendingen ook allemaal op elkaar.
bij de grote verhalen. Iemand is in de natuur, er is een onbestemd gevoel en tegen het einde blijkt de familielid in de eerste graad te zijn overleden. De poëzie, vrij vers, confessioneel natuurbeeld en ook hier allemaal het liefst in archaïsche woorden. Deze eenheidsworst, om het oneerbiedig te zeggen, suggereert iets ontzettend interessants. Hoe opmerkelijk is het namelijk wel niet dat allemaal mensen, los van elkaar, hetzelfde idee hebben van hoe een kort verhaal, een gedicht of een column eruit zou moeten zien. Je zou op basis hiervan straks gaan geloven in een soort Chomskiaanse generatieve literatuur. Dit werpt natuurlijk ook de vraag meteen op hoe dat nou eigenlijk kan. En daarbij moet wel worden opgemerkt dat deze beginnersliteratuur, het soort verhaal dat wordt geschreven, het type, ooit in de letteren ontzettend hip was en populair. Het confessionele en natuurbeelden zagen we natuurlijk al lang in de romantiek en in de beweging van 80. En het rauw realistisch korte verhaal, veel zelfkant, rauwheid, bespiegeling, moord en doodslag, kwamen we ook al lang tegen in de 19e eeuw. En opmerkelijk genoeg is ook de taal die in deze inzendingen wordt gebezigd uit dezelfde periode afkomstig. Er wordt wat afgeïmmerd en afgenochtanst. Er wordt met andere woorden geschreven in de taal van onze overgrootvaders. Gemiddeld genomen lopen de inzendingen het werk van de beginnende schrijvers dus anderhalve eeuw achter op de hedendaagse letteren. En daar kunnen we meteen een aantal fascinerende verklaringen voor bedenken. Allereerst het onderwijs. Na een flinke rondvraag in mijn omgeving, dat vind ik zo leuk aan de lezing geven. Ik hoef helemaal niet met aantallen te komen en met controlegroepen. Ik kan gewoon alle Nederlanders in mijn omgeving een paar vragen stellen en ik kan het erin proppen. Of u me gelooft is een tweede, maar makkelijk voor mij is het wel. Enfin, na een brede rondvraag in mijn omgeving bleek dat de meeste mensen uiteenlopende vormen van literatuur behandeld hebben gekregen bij het vak Nederlands. Maar dat er al 19e eeuwse en vroeg 20e eeuwse klassieken bij zaten. De meeste hebben allemaal op de middelbare school Couperus, Emmans, Kloos, Nijhoff en Achterberg behandeld gehad. En de meeste waren er, na een klein gesprekje achteraf, ook van overtuigd dat dit literatuur met een grote L is. Geen wonder dat dit wordt nagebootst, gezondheid, wanneer je een schrijfwedstrijd wil winnen. Dit verklaart overigens meteen waarom er zo ontzettend veel archaïsche woorden in al die inzendingen zitten. Want je denkt dat het erbij hoort. En een tweede verklaring is dat er tegenwoordig te weinig gelezen wordt. En daar is iets vreemds mee aan de hand. In Nederland schrijven, zo blijkt uit onderzoek, meer dan 1 miljoen mensen. Of het toeval is dat er in ons land ook 1 miljoen mensen aan de antidepressiva is, weet ik niet. Daar gaat Douwe Dreisma je misschien in de nalezing meer over vertellen. Hoe dan ook, er wordt veel, veel en nog eens veel geschreven in Nederland. Maar getuigen de verkoopcijfers bij uitgeverijen en leendata bij bibliotheken, wordt er beduidend minder gelezen. En dat niet lezen is vreemd. Ik weet niet of er muzikanten in de zaal zijn. Enkele? Ja? Gilles, doe maar. Ja? Ja? Oké. Okay. Voor de muzikanten, luisteren jullie nooit muziek? Nee? Af en toe? Je luistert muziek, toch? Zijn er beeldend kunstenaars in de zaal? Oh, nou goed. In ieder geval, ik ken geen enkele muzikant. Daar ging het een interactieve gedeelte, dat is jullie schuld. Ik ken geen enkele muzikant die geen andere muziek luistert. En ik ken geen enkele beeldend kunstenaar die ook niet kijkt wat er nog meer op de markt verschijnt. Maar bij de beginnende auteurs vormt enige kennis van wat er om hen heen wordt geproduceerd geen belemmering om te schrijven, waardoor het werk ook allemaal op elkaar lijkt. Iedere keer, als ik gedurende de afgelopen 10 jaar... als ik weer zo'n goed bedoeld juryrapport aan het voorlezen was voor een zaal vol teleurgestelde mensen, of dat nou deelnemers van Right Now waren, dat is een schrijfwedstrijd voor mensen onder de tot en met 25 jaar... of een essaywedstrijd voor senioren, vroeg ik vooraf altijd eerst aan zo'n stampvolle zaal wie er meer dan 4 boeken per jaar las. 2-3 handen gingen dan omhoog. En misschien vertrouwen deze beginnende schrijvers er wel gewoon op dat er mensen bestaan die geboren schrijvers zijn. Er zijn ook schrijvers bekend, althans die over zichzelf zeggen dat ze nooit lezen. Hè? Clarice Lispector
schijnt echt totaal nooit gelezen te hebben. En dan is natuurlijk de vraag of dat ook een manier is om jezelf een beetje als een soort wonder in de markt te zetten. Maar als je haar werk leest, denk je, nou, het zou kunnen. Het zou kunnen. Of, terug naar de amateurschrijvers. Ze denken dat ze niet hoeven te lezen omdat hun eigen ervaring zo bijzonder is, dat je geen enkele andere kennis van letteren hoeft te hebben om iets moois op papier te zetten. En om het bij Gerard Reve te blijven, waar gebeurt is natuurlijk geen excuus voor een slecht verhaal. En dat er weinig wordt gelezen, zegt ook iets over hoe tegenwoordig over literatuur wordt gedacht. En een paar jaar geleden zag in het kader van een heerlijk essay over poëzie het levenslicht, The Hatred of Poetry. Oh, dit is een plaatje over de eenheidsworst dat alles op elkaar lijkt. Sorry, ik was in mijn enthousiasme vergeten dit te tonen. Dus in ieder geval heb ik uit gezondheid weer een visuele stimulans om dit te onthouden. Gaan we over naar een essay over haat voor literatuur. Toen ik voor het eerst van The Hatred of Poetry hoorde, was ik niet alleen geïntrigeerd vanwege de titel. En ook niet alleen vanwege mijn interesse in poëzie, maar ook omdat alleen al de titel van dit essay aansloot bij iets wat ik heel vaak tegenkom. Een afkeer van poëzie bij mensen die in hun leven amper 10 gedichten hebben gelezen. Ik heb de indruk dat veel mensen al bij voorbaat geen zin hebben in gedichten. En dat kan allerlei oorzaken hebben. Trauma's opgelopen rond Sinterklaastijd. Een docent Nederlands die iedere poging tot zelfinterpreteren meteen de grond inboorde, tot een Valentijnskaart van de grootste griezel op school, die jou dan de liefde verklaarde met behulp van eindrijm, en dezelfde tekst ook naar 10 andere klasgenootjes had gestuurd. Wat ook niet helpt is natuurlijk de persoon van de dichter. Als je nu dichter googelt, op Google afbeelden, dan zie je ofwel mensen met een baret en een baguette onder hun arm, of mensen die echt onder de armoedegrens leven. En aan de persoon in het dicht in het algemeen kleeft ondanks alles nogal een beetje een mottige aura. He, je denkt toch snel aan iemand met een moedercomplex, dat je sociaal onaangepast bent of een overmatige neiging hebt tot zelffelicitatie. Maar we kennen allemaal dit soort mensen en het zijn niet noodzakelijk allemaal dichters, toch? Nee. Kortom, er zijn dus al voor je de Hatred of Poetry openslaat, al wat redenen te bedenken waarom tegenwoordig nog niemand te bekeren is tot de poëzie. En The Hatred of Poetry is aanvankelijk ook een geschiedenis van teleurstelling in de dichtkunst. Ben Lerner toont hierin hoe er al eeuwenlang, eigenlijk al vanaf Plato, veel te hoge verwachtingen zijn van de dichtkunst en daardoor ook een enorme afkeer. En volgens Lerner heeft de hedendaagse haat van poëzie weinig te doen met het vers zelf, maar met de enorme hoop die erop wordt geprojecteerd. Wij wensen, aldus Lerner, dat een vers ons totaal inzicht in de wereld geeft, betere mensen van ons maakt en bovendien nog een stuk van het onkenbare laat zien. En daarbovenop moet het zo mooi en helder geformuleerd zijn dat ze iedereen aanspreekt en ons bedwelmd van bewondering achterlaat. Dit zijn natuurlijk te hoge eisen. Natuurlijk stelt een gedichtje met zulke verwachtingen dan meteen teleur. Zeker nu er in Nederland minimaal sprake is van poëzieonderwijs en de Nederlandse dichtkunst haast met de minuut diverser, massaler en daardoor ook intimiderender voor beginnende poëzielezers wordt. Wat Lerner nu doet in The Hatred of Poetry is die lat langzaam naar beneden halen. Geef het gedicht een kans, zegt hij. Het zal misschien niet je stoutste dromen vervullen, maar het kan je vermaken. Kan je misschien iets vertellen wat je nog niet wist door een onverwachte combinatie van taal, betekenis en klank. En het werkt. Het barst online van de mensen die door het lezen van The Hatred of Poetry weer zin hebben gelezen in poëzie. Wat niet wil zeggen dat je door het lezen van dit boekje meteen weer van alle poëzie houdt. Er zijn gewoon maar weinig gedichten, is mijn ervaring als zowel lezer als poëziedocent. Er zijn gewoon maar weinig gedichten die je echt enthousiast maken. En ik weet niet hoe het hier zit in deze zaal met de fanatieke poëzielezers, maar mijn eigen ervaring is dat ik in één bundel maar 4 of 5 gedichten echt goed vind. De rest vind ik medium, maar die zijn nodig om van de bundel meer dan het som der delen te maken. En een poëziebundel is daarmee ook eigenlijk gewoon een conceptalbum. Hè? Ik bedoel, wat ik mooi vind, ik wil niet zeggen dat de
Gerdes Doorlijnse ook mooi vindt. Dat jij misschien vijf hele andere gedichten dan ik. Of Remco Eckers heeft andere gedichten die hij mooi vindt per bundel. Of Compepelebos. Daar gaat het natuurlijk ook niet om. Het gaat gewoon dat het een kwestie van smaak is. Terug naar The Hatred of Poetry. Het fascinerende van The Hatred of Poetry is dat je die ideeën die erin staan op veel meer kan toepassen dan alleen poëzie. Want alles waarvan we überhaupt verwachtingen hebben, kan haat oproepen als het niet aan de desbetreffende verwachtingen wordt voldaan. Zeker in een tijd waarin veel mensen, anno 2017, denken dat ze chronisch recht hebben op het allerbeste. We haten politici die hun beloftes niet nakomen. Vaders en moeders kunnen worden gehaat als zij hun kinderen teleurstellen. Vrouwen kunnen worden gehaat als zij, in plaats van onderdanig te zijn, voor zichzelf opkomen. Homoseksuelen kunnen worden gehaat als zij weigeren zich op te houden in de luwte en een plaats in de samenleving opeisen. En ga zo maar door. En in het kader van deze lezing zou ik de Hatred of Poetry willen doortrekken naar iets wat momenteel voor mijn gevoel heerst. En dat is een haat van literatuur in het algemeen. Een van de verdrietige bijkomstigheden van juryschap is namelijk dat je na afloop van zo'n wedstrijd ook nazorg moet verlenen. Bij mensen die niet begrijpen waarom hun tekst niet heeft gewonnen en daardoor kapot zijn van verdriet. Inmiddels doe ik dat niet meer, maar vroeger bleef ik na een wedstrijd nog wel eens staan praten met de verliezers. Dat is trouwens ook het verdrietige van jureren, hè? Je maakt automatisch meer mensen ongelukkig dan gelukkig. En om die mensen uit te leggen wat anders had gemoeten. En dat ging op een gegeven moment zo ver dat ik via Facebook contact met hen hield. Sommige mensen kwamen daarna wel voor rondes door. Maar op een zeker punt besloot ik op te houden met te corresponderen met de ongelukkigen. Want de ervaring leerde mij dat alle replieken op verlies, net als met alle inzendingen bij een schrijfwedstrijd, op elkaar leken. De teleurgestelde schrijver of dichter zegt 1. Heb je mijn tekst wel goed gelezen? Hij ging over de dood. 2. Als ik dan zeg dat er nogal veel teksten over de dood waren, waardoor ik niet zeker ben dat dat zijn of haar inzending was, zegt hij of zij vaak: ja, maar er zaten natuurbeelden in. 3. Als ik dan maar toegeef dat ik me de tekst echt niet kan herinneren, zegt de schrijver: ik snapte er niks van. De tekst maakte in het geval van een kort verhaal de lezer aan het huilen, schokken of ontroeren. B. In het verhaal van een column, het vertelde precies zoals het was, of het maakte onbedaarlijk aan het lachen, want het was de waarheid. Of C. In het geval van een gedicht, het troosten. En daar begint het te fascineren alweer, lieve mensen. Ze hadden dus ook allemaal vaste verwachtingen van het effect dat hun tekst zou gaan sorteren bij de lezer. Ontroering, vertellen hoe het precies is of de waarheid zeggen. Geen wonder dat er nog steeds veel minder wordt gelezen. Want de beginnende schrijvers die ik sprak, die hebben al zo'n vaste set verwachtingen van literatuur dat ze al helemaal geen zin meer hebben om in een boek te beginnen. Want als zo'n boek, columnbundel of gedicht al niet meteen aan hun verwachtingen tegemoet komt, wil men al niet meer. En ik ga vanuit dat jullie wel eens lezen. Ik ken weinig literaire werken die automatisch voldoen aan die eisen die zo even werden gesteld. Ja, een gedicht kan troosten, maar ze doet nog zoveel meer. Een roman kan je de waarheid vertellen, maar kletst ook langs een werkelijkheid heen om de werkelijkheid die nog niet in taal gevat is, te kunnen getonen. Literatuur werkt altijd, ook via een omweg. Een roman kan je jarenlang pas later inhalen en inslaan als een mortiergenaad. Wat overigens, en hier permitteer ik me een hele kleine omweg, ook niet helpt bij het intomen van al die verwachtingen over de letteren, is dat die verwachtingen al beginnen bij het boekomslag. Uitgevers, behalve Anton Scheepsga van Passage, blurpen zich tegenwoordig een ongeluk. De cover bestaat tegenwoordig meer uit lofuitingen dan uit een portret van een mooie jonge vrouw, zoals het eigenlijk hoort bij covers. En deze massale blurpificatie van de letteren draagt ook bij aan de inflatie bij die lofuitingen en aan de torenhoge verwachtingen die we toch al hebben van literatuur. We kunnen, als er weer eens een citaat van Matthijs of Wilfried op staat, alleen nog maar teleurgesteld worden. Kortom, er is van de literatuur
zoals we die kennen, een teveel aan verwachtingen. En je zou dus kunnen wachten tot het moment dat de roman, het gedicht, weer eens dood verklaren. Maar de letteren zouden de letteren niet zijn als ze daar iets op zouden vinden. En ik denk dat dit een van de redenen is dat de afgelopen jaren er steeds meer wordt gespeeld met vorm en genre. Ga maar na. Het komt in de poëzie al steeds meer voor dat dichters hele lappe tekst presenteren als een gedicht. En opeens is er dan bij lezers meer bereidwilligheid om ze te gaan lezen. Ik gaf aan mijn neefje de poëziebundel van Marieke Reineveld, Kalfsvlies. Ik weet niet of jullie die bundel kennen. Het is heel mooi, het is heel verhalend. En ik gaf hem aan en hij zei, oh, ik ga niet lezen gedichten. Toen sloeg je het open, oh, het zijn verhaaltjes. Dan helpt het natuurlijk, hè. En dingen in een ander jasje stoppen, dat is een truc die de laatste jaren steeds meer wordt toegepast. Zo vaak dat ik op een gegeven moment ook besloot om het zelf in mijn eigen cursus te gaan toepassen. Ik gaf jaren geleden een cursus literatuur bij mensen die totaal geen zin hadden in gedichten. En ik gaf ze deze tekst te lezen. Ik zei dat het een column was uit de jaren 30. Iedereen snapte deze tekst. Voor degenen die niet weten, dit is natuurlijk Martinus Nijhoff, de moeder, de vrouw, maar met een paar regelafbrekingen minder. Iedereen van die zogenaamd poëziehatende club snapte de tekst, er kwamen interpretaties, ze vonden het mooi en ontroerend en pas na afloop ontdekten de cursisten tot hun grote chagrijn dat het natuurlijk eigenlijk een gedicht was. En ik haal dit voorbeeld alleen maar aan om te benadrukken hoe zwaar de verwachtingen soms tellen die een vorm met zich meebrengt. Wanneer je mensen vertelt dat iets een gedicht is en ze vervolgens die tekst laat lezen, geven ze, is mijn ervaring althans, het interpreteren, het proberen te begrijpen van die tekst veel eerder op dan wanneer je zegt dat het gewoon een verhaaltje is. Bij poëzie heerst nog steeds een beetje het idee dat je eerst 30 jaar literatuurwetenschap moet hebben gestudeerd of minstens een cursus decoderen om er iets over te mogen zeggen. Nog een klein voorbeeld om het af te leren. Ik gaf de volgende tekst aan studenten te lezen. Onder andere studenten van dit werkcollege. Dus jullie moeten even muisjes en stil zijn, ja? Ja. Deze tekst, ik zal hem even oplezen. 2016 was misschien een slecht jaar. Maar juist doordat het zo slecht was, vloog het niet voorbij. De tragedies verlangzaamden, alsof de blaadjes van de allerzwartste dagen met meer lijm aan de kalender zaten vastgeplakt. 2016 kroop als iets wat half overreden langs een provinciale weg ligt. Je kijkt naar het beest en eerst denk je dat het voor zijn leven vecht. En dan zie je juist dat het tegen het leven aan het vechten is. Over een tekst als deze, daar zou je natuurlijk van alles van kunnen vinden, hè? Ik heb deze tekst ook op de Radboud Universiteit gegeven. En daar dachten de studenten dat de witregels tussen de stroven was om de leegte van 2016 aan te tonen. Alsof deze tekst eerder gaat om wat er niet staat dan om wat er wel staat. Sommigen vonden dat het wit erg depressief aandeed. Een soort anti-levensgevoel verbeelden waar iedereen aan het einde van het jaar, als je toch de balans van die 12 maanden opmaakt, mee worstelt. Sommige mensen, en nogmaals heb ik het weer niet over de hoogbegaafden die deelnemen aan mijn werkcolleges. Sommige mensen aan wie ik deze tekst liet lezen, die snapten er niks van. Die blokkeerden helemaal omdat het om een gedicht ging. Aan andere groepen liet ik deze woorden ook lezen, maar met wat andere regelafbrekingen en de mededeling dat het eigenlijk stiekem een column was. En iedereen kon er weer iets mee. Ze moesten lachen. Ze zeiden, ja, zo is het. Herkent iemand trouwens de schrijfstijl? Heeft iemand een idee welke, want het is een column, welke columnist het is? Niet de jongens en meisjes uit het werkcollege? Niet fluisteren, douwen? Nee? Koen? Nee? James Worthy? En zo maakt het nogal een verschil wat voor label je erop plakt. Afgelopen week schetste ik hoe de veranderde tijden de letteren veranderen. Hoe literatuur weer kan grijpen naar de buitenwereld door non-literaire tekstsoorten te incorporeren. En ik gaf daar 7 dagen geleden verschillende verklaringen voor. De veronderste steriliteit van de letteren, het gevoel iets echts te willen zeggen.
En aan het slot van deze lezing wil ik graag even nader ingaan op hoe tekstsoorten die niet direct over de actualiteit gaan, ook transformeren. Er zijn de afgelopen jaren binnen literatuur nogal wat tussenvormen bijgekomen die steeds populairder worden. Nogmaals, deze tussenvormen zijn niet nieuw, die zijn eigenlijk vanaf de middeleeuwen al in zwang, maar er wordt meer en fanatieker gecombineerd, is mijn intuïtie, dan 20 jaar geleden. En ik heb ook het gevoel dat er bij de kritiek en bij de lezers veel meer waardering voor is. Ik moet even een boertje. Door literaire soorten te mengen zijn er een aantal hybrides ontstaan die de afgelopen jaren heel veel succes hebben. En dan zou ik graag enkele voorbeelden met jullie delen. Om te beginnen met deze geweldige roman / geschiedenisverslag. Ha 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 ha! Van Laurent Binet. Wie heeft het gelezen, jongens? Ah, uitstekend. Vond je het leuk? Medium? Ja, je bent een geschiedenisstudent, hè, Barend? Dus je denkt... Oh, okay. Goed. In ieder geval, voor degenen die het niet hebben gelezen. Deze roman, dit ja, non-fictie, wat is het eigenlijk, fiction? Dit boek gaat over de aanslag op de nazi-topman Heydrich. En wat begint als een wat persoonlijk, maar goed geschreven historisch verslag, wordt al gauw ook een bespiegeling op hoe persoonlijk en hoe subjectief geschiedschrijving is. De auteur vertelt hoe zijn leven verbonden raakt met het tijdsvlak dat hij bestudeert. Hij komt soms in voetnoten terug op eerdere uitspraken die hij een paar pagina's daarvoor al heeft gedaan, waarbij hij zegt dat hij toen hij dat schreef de verkeerde tekst had. Dat laat hij dus wel staan. Wat hij vertelt over het verleden is dus afhankelijk van wat hem in het heden overkomt. En het leven, de persoonlijkheid van de historicus, sijpelt zo de roman binnen, sijpelt zo de geschiedschrijving binnen. En de aanloop naar die aanslag op Heydrich wordt door hoe het is opgeschreven en gecomponeerd steeds meer fiction. En daarnaast worden er diverse filosofische vragen gesteld over in hoeverre je de persoon van de geschiedschrijver mag mengen in een boek over geschiedenis. Maar op een gegeven moment weet je het als lezer ook niet meer wat voor tekst het is, maar je weet wel dat je het geweldig vindt. Ha 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 werd in het buiten- en binnenland een bestseller. Er won ontzettend veel prijzen, onder andere de Prix Goncourt du Premier Roman, wat echt de shit is in Frankrijk. Het werd in de New York Times Notable Book of the Year genoemd en ga zo maar door. Het is een mengvorm, het is een hybride, om het zo te zeggen. En een ander boek dat echt vers bekroond is en ook veel prijzen won, is ook zo'n vorm. Namelijk Verdriet is het ding met veren van Max Porter. Iemand gelezen? Ja. Vond dit mooi? Twijfel, ja, medium. Ja, 3 sterren proef ik vooraan. 2,5. Oké, dat is goed. Op het omslag staat dat de uitgever dit een uitzonderlijk debuut noemt. Deels novelle, deels polyfonisch fabel, deels een essay over rouw. Met andere woorden, gewoon poëzie. Maar ja, dat verkoopt natuurlijk minder goed. En wat qua vorm op gedichten lijkt, tada, er zijn bijvoorbeeld regelafbrekingen, er is veel wit, er is een metrum. In verschillende stemmen, in dialoog als bij een toneelstuk, wordt het verhaal verteld van een gezin waarvan de moeder is overleden. De ontvangst van dit boek was zeer positief, ook in ons landje. De letteren zijn zich zo opnieuw aan het transformeren en sommige ontduiken zo labels. En dat sluit eigenlijk, ik hou van ronde lezingen, perfect aan wat er de afgelopen weken in de samenleving aan het gebeuren is. Vorige maand viel iedereen massaal over de HEMA, die opeens genderneutrale kinderkleding ging verkopen. We leven in een tijd waarin meer dan ooit labels, indelingen worden aangevochten en de vorm waarin we iets gieten wordt bevraagd. Verwachtingen worden verwijderd als bordjes op de wc die aangeven of het voorheen om een mannen- of een vrouwentoilet ging. We willen van labels af, in plaats van hetgeen waarnaar die labels verwijzen, van een nieuwe waardering, connotatie, invulling te zien, voorzien. Of dit het oplossen van een probleem is of juist het verplaatsen ervan zal tijd moeten uitwijzen. Alles is immers in beweging en niets blijft altijd hetzelfde, om maar met een depressieve Griekse filosoof te spreken. Om telkens weer aan de hoge verwachtingen te ontkomen, vinden we binnen de letteren tenminste wel telkens weer nieuwe vormen uit en smelten we alles wat al bestaat weer lekker om tot nieuwe gouden kalveren. Tot slot.
Kijk, weet je, idealiter is een tekst natuurlijk een tekst. En doen we niks met die vooroordelen. Je weet vanaf 2 regels meestal al wel of de tekst die je leest deugt, nietwaar? Of je verder wil lezen. En daarom zou het er eigenlijk om moeten gaan natuurlijk of de tekst in kwestie de moeite waard is. Hoe vorm de inhoud mogelijk maakt. Hoe iets via tekst, via de bladspiegel wordt overgebracht bij de lezer. Maar ja, dan ontstaan er weer voorkeuren. En die voorkeuren vormen misschien wel weer een nieuw genre. En voor je het weet zit je alweer te midden van allerlei versies, te midden van allemaal hokjes. En dat is niet erg. Zolang er maar gelezen wordt en er niet al te hoge verwachtingen zijn die mensen ervan weerhouden een boek open te slaan. De vorm maakt mij wat dat betreft echt niet zoveel uit. En soms, tot slot, denk ik dat de plek waar alle teksten vandaan komen, althans dat beeld gebruik ik om het soms voor mezelf nog helder te houden, een hele grote loods is. Met de jaren, met de eeuwen verkavelen we deze loods en breken we ruimtes af. Er is tegenwoordig een grote ruimte vrijgemaakt in deze loods voor wat we de roman noemen. Er is een bezemkastje voor de poëzie. Een erker voor de column die steeds meer wordt uitgebreid. Er komen kamers boven vrij voor gevatte dialogen in televisieseries. Er worden muren uitgebeukt in naam van de graphic novel. Gipswanden opnieuw opgetrokken voor toneelmonologen. Leidingen aangelegd voor poëzie in games. We kunnen niet leven buiten deze loods, want als mens kunnen we immers niet bestaan buiten de tekst om. Even kijken waar ik gebleven ben. Het zijn die laatste meters, hè? Het valt alleen te hopen dat de loods in kwestie alle kamers openhoudt. Dat alle ruimtes toegankelijk zijn en we niet, door anderen of door onszelf, door een vooroordeel of verwachting van binnenuit of buitenaf, ervan worden weerhouden om alle hokjes waar deze loods uit bestaat grondig uit te kammen. En het is met het huidige sociale, culturele en politieke klimaat toch maar de vraag of dat kan. En daar ga ik het volgende week over hebben. Dit is dus een soort teaser, trailer, cliffhanger. Maar laat ik voor deze avond volstaan met te zeggen dat ik me vandaag de dag nog redelijk thuis voel in de letteren. In het enorme zalencomplex dat onze taal mogelijk maakt. Dat ik erin rond wil struinen en me nog steeds als een soort Alice in Wonderland door de kleine deurtjes en tunnels weet te wurmen, op zoek naar nieuwe ideeën, inzichten en schuilplaatsen. Ik hoop dat het ook voor u geldt en dat altijd zal blijven doen. Dank u wel. Dankjewel Ellen voor je afspattende enthousiasme. Als je nu naar beneden komt, dan kunnen de mensen je bestoken met vragen, opmerkingen, toekomstideeën, verwachtingen, et cetera. Oké. Roept u maar. Wat fijn. Kunnen we de kroeg in? Ik wil graag later het onderwijs in. En ja. Ik wil dus uit Nederland worden. Ja. En ik moet zeggen dat ik ook niet heel erg vrolijk werd van het literatuuronderwijs dat ik heb gekregen. Wat zou jij daaraan veranderen en hoe zou je dat willen veranderen? Want ik wil zelf namelijk ook het hele vak Nederlands eigenlijk overhoop gooien. Fantastisch idee. Want ik kom zelf uit de familie van Neerlandici. Iedereen geeft ook Nederlands op de middelbare school. En er is de afgelopen 20 jaar al enorm hard gehuild over hoe het aantal uren achteruit is gegaan. En dat je het qua inhoud eigenlijk alleen nog mag hebben over het schrijven van sollicitatiebrieven. En het proberen te begrijpen van het groene boekje. Weet je wel, het groene boekje is het meest literaire wat je tegenwoordig nog krijgt bij het vak Nederlands. En ik heb de afgelopen jaren langs best wel veel scholen getoerd. En heb ik daar mogen spreken over poëzie. En dan vang je op een gegeven moment hun stiekeme oplossingen voor. En sommige scholen die
combineren hun debatlessen bijvoorbeeld met debatteren over poëzie, met debatteren over boeken, zodat je wel sneaky literatuur het curriculum in kan schuiven. Dat is natuurlijk één manier. Een andere manier, wat sommige scholen doen, is met andere vakken samenwerken. Bijvoorbeeld dat ze met de aardrijkskunde samenwerken om het bijvoorbeeld te hebben over de kwestie Israël en dat je dan een aantal grote Israëlische schrijvers, of juist geen Israëlische schrijvers, ligt aan wat je wil, gaat behandelen. En dat je op die manier niet alleen de wereldliteratuur, het curriculum lekker infietst, maar het inderdaad ook nog steeds over de letteren kan hebben. En eigenlijk zou je zelfs kunnen zeggen dat de spellingslessen en dergelijke zou je misschien aan de hand van voorbeelden van wereldliteratuur kunnen geven. Maar ja, we bevinden zich, ik praat even één meer, als ik zelf een docent Nederlands ben, maar vanwege mijn familie voelt het ook zo, we bevinden zich in een akelig vaarwater. Ja. Dus. Ja, want ik merk als ik zeg tegen mijn, toen ik zei tegen mijn vrienden op de middelbare school dat ik Nederlands ging studeren, dan vielen hun monden echt open. Van, oh, dat kan je toch al? En ik heb nu ook iets van, deze week moesten wij dan die gedichten schrijven. En als ik dan dat tegen iemand zei, was, oh, gedichten zijn saai en het is allemaal niet te begrijpen. En ik lees jouw boek nu. Dus het is een hele goede manier. Die ga ik straks onder hun neus schuiven, denk ik. Van, ja. Lees dit boek maar even. Het is mijn ambitie dat het boek... ik heb een boekje geschreven over het begrijpen van gedichten. En daarin staan de 25 meest gestelde vragen die ik na een optreden kreeg. Zijn erin opgenomen. Zoals van, waarom rijmt het niet meer? En meer van dat soort, ja, toch wel belangrijke vragen over poëzie. En het is mijn ambitie, Mattie, dat het meest illegaal gekopieerde boekje op Nederlandse scholen wordt. Begin vast. Ja, doe maar. Je hebt mijn toestemming. Ja, niet dat je zonder mijn toestemming... Dat is een ijdel. Stichting Leraar doet ook niets tegenwoordig. Ja. Ja, ik vroeg me af. Je had het over verklaringen waarom misschien ook bij de jongeren tegenwoordig literatuur een beetje uitraakt. En ja, dat zou te maken dus kunnen bijvoorbeeld met wat je te lezen krijgt. Ik zat zelfs te denken dat misschien social media daar ook een rol in zou kunnen hebben. Ja. Maar aan de ene kant denk ik, het is mooi dat er door social media heel veel geplaatst kan worden in allerlei verschillende vormen, manieren, door iedereen, heel laagdrempelig, waardoor je misschien nieuwe inzichten krijgt over wat leuk is en wat niet. Aan de andere kant denk ik ook, iedereen heeft heel erg een mening op social media. Iedereen kan ook onder een bepaalde naam een mening plaatsen. En daar raak ik zelf altijd redelijk door geïntimideerd. Als ik een recensie van iets opzoek, dat ik denk, oh, die zal het wel weten, of... En ik vroeg me af of jij daar een mening over hebt, of social media dit soort tendensen, zeg maar, op een positieve of negatieve manier beïnvloedt. Dus over, het gaat over social media, over literatuur. Nou ja, dat het aan de ene kant iets positiefs zou kunnen zijn, dat het heel laagdrempelig van alles gepubliceerd kan worden. Maar mensen hebben ook heel erg sterke mening over dingen. Mening is nooit erg. Het is natuurlijk wel, soms kruip je het gevoel dat mensen een mening verkondigen met een stelligheid, dat het lijkt alsof die mening gewoon is om het hebben van een mening. Aan de andere kant, ik denk dat social media een zegen zijn. Want daardoor kom je op boeken en op ideeën die je anders niet zo snel had gedaan. Kijk, iedereen zit natuurlijk op social media in zijn eigen bubbel. Hè? Ik vroeg in het kader van deze collegereeks vorige week aan mijn Facebook-vrienden van, wat vinden jullie nu fijne columnisten? En het waren allemaal dezelfde namen. Dus iedereen las de NRC of de Volkskrant. Er was niemand die je met een goede columnist van de dagelijkse standaard, als die dan bestaan, of Elsevier kwam, weet je. Het voordeel van dat ik in zo'n literaire bubbel zit, is dat ik heel snel ook interessante artikelen zie die mijn vrienden plaatsen uit de New York Times over de letteren. Dus ik denk dat het een zegen is. En die harde meningen, weet je, we laten ze lekker hun eigen sopje gaar koken. Ik bedoel, zoek het lekker zelf op. Ik denk ook dat je hebt sommige mensen, ik ben even, hoe heet dat nou? Een heel klef poëzie Instagram account is dat. En ik heb het niet over versjes van Lars. Maar zou het ook onder kunnen vallen trouwens hoor. Dat kan ook mensen helpen om je snel bij. Want ik weet wel, een paar maanden geleden postte ik op mijn Instagram een gedicht van Herman de Koning. En opeens had ik allemaal likes. En ik hoop natuurlijk dat het is omdat mensen het gedicht hebben gelezen. En inmiddels denken, oh, Herman de Koning heeft mijn symbolisch kapitaal op Vijzen door op like te drukken. Maar ja, op zo'n manier kan je het wel verspreiden. En wat ik ook fantastisch vind, ik weet niet of het voor u geldt, maar er bestaat natuurlijk die wet dat na 70 jaar na het overlijden van een auteur, een boek eigenlijk gewoon door iedereen verdeeld en gekopieerd en bla bla mag worden. Dat is te gek. Project Gutenberg. Ik bedoel, hallo. Vroeger, ik herinner me nog een tijd, oma vertelt dat je naar de bieb moest voor bepaalde boeken. En nu kan je het meteen op je e-reader omzetten. Dus wat dat betreft, social media, digitalisering van de letteren, geweldig.
breedsprakig antwoord op je vraag. Koen. Ik ga zelf altijd wel graag mee in wat negatieve geluiden over de achteruitgang van het lezen. Maar uit onderzoek blijkt dat dat helemaal niet zo is. Stichting Lezen die kijkt altijd in hoeverre dat zo is. En dat we blijken ongeveer op het niveau van de jaren 70 of zo te zitten. En dat is helemaal niet erg. Dus het valt eigenlijk wel mee. Terwijl we allemaal het idee hebben dat het heel erg verschrikkelijk is. Maar dat is helemaal niet zo. Dat als... Nee. Ja? Go, fijn dat je het zegt. Ja. Heb je nog iets aan toe te voegen? Nou, het tweede... wat ik denk van... Jij gaf ook een negatief beeld van al die mensen die maar schrijven en over hun eigen privéleven. En het aardige daarvan is dat... als recensent vind je dat ook allemaal verschrikkelijk en dan zul je het nooit behandelen. Maar het leuke is dat voor al die mensen er wel opeens een mogelijkheid is om er een boek van te maken. Dus er is een enorme markt ook daar bijgekomen. Dus ik denk zowel door sociale media als door hele goedkope druktechnieken. Je bedoelt ook printing on demand. Printing on demand. Je kunt voor 1000 euro, 2000 euro heb je een boekje. Nou, klaar. Iedereen blij. Ja, nee, natuurlijk. Het gaat er mij alleen om dat je het communicatief moet maken. Zodat ook voor iemand die jouw persoonlijke geschiedenis met je dode kater niet kent, het interessant is om te lezen. Terug te komen. Ik heb niet letterlijk gezegd dat er zo'n sterke ontlezing is. Ik ben er wel heel bang voor. En wat mij meer opviel was tijdens schrijfwedstrijden, dat niemand, althans zij, te lezen. Dat vind ik verdrietig. En dat ik heb toch het idee dat er meer wordt geschreven dan gelezen. Het is jaren 70, hè? Mag ik dat extrapoleren? Dus het zijn mensen, dus dat is constant gebleven. Nee, het is een kleine... Het is gestegen met de bevolkingsgroei, want dat zou fijn zijn. Volgens mij is het juist gestegen met naarmate meer mensen toegang hadden tot meer scholing. Ja. En het is daarna enigszins afgevlakt, iets naar beneden gegaan, maar we zitten nu op een redelijk niveau. Oké. Okay. Ik zeg het enigszins uit mijn hoofd, hoor. Dus ik. Nou, het weet je, heel zeker. Volgende week ga ik actiever in op die ontlezing. En ik heb nog een afspraak met Daan Beke van Stichting Lezen daarvoor. Dus ik hoop volgende week alle directe instaus. Weet je, ik schrik gewoon heel erg als mensen zeggen dat ze wel schrijven, maar niet lezen. Ik vind dat heel heftig. En ik vind het ook heftig dat mensen dan verwachten dat ze worden gelezen, als ze zelf niet de interesse hebben in het schrijven van iemand anders. Want dat impliceert ook dat je geen enkele interesse hebt in het verhaal van iemand anders. En we leven natuurlijk toch in een tijd waarin het allemaal erg voor zichzelf is. Dus ik moet soms heel erg waken, niet om daar 's nachts van wakker te liggen. Dus is dit een enigszins bevredigende aanvulling op je aanvulling? Mary. Ja, een beetje in aanvulling op wat je net zei en wat Koen net zei. En om weer iets van jouw theorieën te horen. Ja. Waarom denk je dat mensen zo graag A, schrijven en B, willen publiceren, terwijl ze, zoals je zelf terecht zegt, te ongeïnteresseerd zijn om iets van de ander te lezen? Maar ze willen dus zelf wel heel graag. Ja. Willen ze beroemd worden? Kan. Willen ze aandacht? Hoe zie je dat? Nou, in al die nazorggesprekken die ik heb gehad, bleken er eigenlijk een paar constanten naar te nemen. Allereerst roem. Mensen denken snel dat ze de nieuwe John Grisham zijn. En ja, die man leeft in een fantastische villa. Iedereen kent hem, dus ja, dat wil je natuurlijk misschien ook wel zijn. Wat ook meespeelt is, vooral als ik bijvoorbeeld met de oudere deelnemers van die wedstrijden mee, waren mensen die met pensioen waren, die toch hun... wat ze hadden meegemaakt in hun leven, voor het eerst pas onder woorden gingen brengen. Voor het eerst dat ze dingen aan het papier toevertrouwden die ze niet aan zelfs hun echtgenoten toevertrouwen. Dus ik denk dat daar ook een soort meerwaarde in zit en ook een erkenning. Weet je wel, wat geschreven is, legitimeert soms ook leed. En we kunnen soms pas beginnen met verwerken als we iets verwoord hebben. Dus ik denk dat er zowel een
therapeutische basis bij zit, die mensen echt heel erg kan helpen. Ik denk dat sommige mensen denken ook dat je er heel rijk van kan worden. Die weten niet dat echt alles wat je vindt naar de fiscus gaat. Maar die denken J.K. Rowling. Die denken dat je een kasteel in Schotland hebt opeens. En ik denk dat het ook het maken is van een doorstart. Soms ben je gepensioneerd. Ik bedoel, mijn vader die ging 15 jaar geleden met pensioen. Dat is een hele oude man. En toen had hij echt een leegte. En toen ging hij ook schrijven. Want hij dacht, hij is zijn hele leven lang wiskundige geweest. Wat moet ik, weet je wel? Dus je zoekt op een andere manier invulling. En weet je, sommige mensen schrijven natuurlijk ook, omdat aan het schrijverschap geheel ten onrecht van steeds de connotatie van intelligentie kleeft. Wat niet waar is. Ik ken veel schrijvers die echt super dom zijn, weet je wel? Waarschijnlijk ik ook. Maar het zorgt toch een bepaald soort glamour, een soort van intellectuele show om je heen. Dus ik denk dat dat variabelen aan die meespelen. Wat denk je zelf? Ja, ik denk eigenlijk dat veel mensen, ik zou bijna zeggen de meeste mensen, gek zijn op aandacht. Oh, dat was ik net vergeten, ja. Ik denk te goed over mijn medemens. En dat neem ik ze helemaal niet kwalijk. Wie ben ik? Maar dat dit een vorm is toch om aandacht, vanzelfsprekend aandacht te krijgen. Je echoot als het ware jezelf op dat papier. En daardoor is het wat. En dan wil je dat ook delen, zoals het heet. Ja. Ja, ja. Aandacht, denk ik. Maar ik weet het niet. Ik vroeg het echt aan jou, omdat ik niet weet hoe jij erover... Ik bedoel, ik schrijf natuurlijk. Ik ben natuurlijk ook gewoon gaan schrijven, ook om aandacht te krijgen. Van, hé, dit zijn mijn woorden. We doen allemaal dingen om aandacht te krijgen. Hè? Anders, helemaal geen anders. Als je dat niet wil, dan ben je al bijna in het verlichte stadium. Hoera, als je geen aandacht wil. Ik heb niks tegen aandacht willen, hoor. Nee. Begrijp me goed. Nee, ik begrijp het. Ik begrijp het. Nee, maar ik denk het ook. Het is gewoon een heel menselijke behoefte. En maar ook om goed gevonden te worden, wat goed dan ook is. Bewonderenswaardig gevonden te worden. Ja, dat willen we allemaal. En ik heb wel eens bijvoorbeeld naar zo'n lezing of naar zo'n wedstrijd. Dan sta je met een groep mensen na te praten. En de ene is dan een advocaat geweest. En die heeft dan allemaal bullebakken uit de cel gehouden. En zegt van ja, ik wil nu wel iets doen wat echt is. Waar ik dan een beetje van schrik. Want je hebt dan serieverkrachters of kindermutilatoren toch de samenleving weer ingeschopt. Dat lijkt me nog wel een stempel achter te laten. Maar ja, ze proberen het ook voor de eeuwigheid te doen. En nu ik hier zo over nadenk, ik kom toch even terug op wat jij zei, Koen. Hè? Ik kwam misschien badinerend over. Ik sprak misschien een beetje de energie over die mensen. Maar het zijn gewoon simpel de dingen die ik heb gezien. Ik maak er een beetje een grapje van. Maar ik bedoel, misschien dat het mensen zijn die hier zitten, die ook al zo zijn begonnen met schrijven. Mijn eerste versen waren precies wat ik omschreef. Zal ik er één doen om mezelf te straffen, ja? Zelfkastijding, ja. Ja, maar ik moet wel. Dit schreef ik toen ik 17 was. Hè? Dus weet je wel, als ik ook een leeftijd waarop je jezelf chronisch sneu vindt. Dat is niet waar trouwens, dat vinden we allemaal. Welke leeftijd, dat maakt helemaal niet uit. Goed, dit schreef ik toen ik 17 was. Wat vreselijk. Ja. De vlinders fladderen verloren rond. Ze hebben dit ongeliefd lichaam verlaten. Degene die ze wegzond, houdt er stond haar mond. Van verdriet kan zij niet meer praten. Het vuur in haar hoofd is wreed gedoofd. Wapperende wezens waaiden het uit. Dit is de laatste kans, weet ik, nochtans. De zorg om de vliesdunne vleugels verbruikt. Dus ik maak me er ook schuldig aan, lieve kinderen. Maar ja, misschien is er dan hoop voor mensen die zo beginnen. Dan kan je het later ook nog professioneel jurylid worden. En daar gaat elke beginstap in de letteren natuurlijk om. Weet je, ik bedoel, die Librisprijs, dat is gewoon een kwestie van goed netwerken. Maar het gaat om juryschap. Dat je mening op meer telt dan in het Fokforum. Was dit een bevredigend antwoord op de vragen die zijn gesteld, lieve mensen? Heeft iemand nog een aanvulling, een opmerking? Ik zie daar Joost Omers de hand op steken. Ja, je hebt het nu over heel veel voornamelijk
geschreven literatuur gehad. Je hebt het gehad over wedstrijden. Het gehad over de slushpijl. En je had het dat daar die genres heel erg vast omlijnd zijn. Maar er zijn nu ook een heleboel mensen die via het podium de poëzie inkomen of de literatuur inkomen. Ja. Bijvoorbeeld jij. En ik ook. Maar ik vroeg me af, is het daar ook zo strak omlijnd? Dat is een retorische vraag, want nee. Dit weet jij, dat weet ik. Kijk, veel mensen, je hebt echt bij Poetry Slam heb je een vast aantal mensen, vast aantal types poëzie dat naar voren komt. Allereerst een reeks grapjes. Dus mensen denken dat Poetry Slam een cabaretwedstrijd is, maar dan voor mensen die niet echt grappig zijn van nature. Ten tweede heb je de groep mensen die het gewoon echt op de archaïsche toer gooien. Perk, maar dan echt gehandicapt. Dus dat float wel lekker, maar je zegt eigenlijk helemaal niks. En ten derde heb je nog de grote emoties met stiltes en natuurbeelden. En daar heb ik een hele carrière op gebouwd. Super. Maar waarom denk je dat die twee zo verschillen? Nou, allereerst zijn het twee, voor mij dan althans, ik bedoel, jij bent natuurlijk ook performance dichter. Voor mij zijn geschreven poëzie en geperformde poëzie twee totaal verschillende dingen. Twee totaal verschillende kunstvormen. Mijn geschreven gedicht kan je teruglezen. Je ziet hoe het op de bladspiegel is verdeeld. Bij een geperformd gedicht mis je soms dingen die worden voorgedragen. Omdat je bij je hoofd bij een regel blijft hangen. Je raakt afgeleid door degene die het voordraagt, hoe die eruit ziet, hoe zijn of haar stem is. Of degene naast je bronchitis heeft en in je oor staat te keffen. Er zijn dus veel meer variabelen waardoor je andere stukken van de tekst meekrijgt dan wanneer die op papier staat. Ik denk dat... ik durf eigenlijk niet te zeggen... want je vraag was waarom het ook een eenheidsworst kan zijn op het podium. Nou, nee, niet eens zozeer dat. Maar nee. Waarom bijvoorbeeld mensen die willen beginnen met geschreven tekst en dat er ergens naar willen inzenden, bijvoorbeeld naar een uitgeverij, dat die een ander soort begin hebben dan mensen die direct naar het podium gaan of beginnen met het podium. En wat bedoel je met een ander soort begin? Want daar kan ik misschien wel... Een ander soort teksten. Mensen die naar de sleurspel insturen, die zijn heel archaïs en zo. Nou ja, zoals je net allemaal vertelde. En mensen die naar het podium gaan, die beginnen vaak inderdaad met grapjes of andere soorten teksten. Ja. En ik vraag me af, waar komt dat verschil vandaan? Nou, eigenlijk wat ik in die lezing ook zeg. Je gaat af op waarvan je denkt dat in het medium het hoogst haalbaar is. Literatuur met een grote L. Dus archaïs aandoende 19e-eeuwse... epigone literatuur doe je dan als het geschreven moet zijn. En je denkt, nou, op een podium wil je toch dat er gelachen wordt. Misschien dat dat een verklaring is, hoor. Jij gaat het NK Poetry Slam in januari presenteren? Nee? Niet dat ik weet. Maar, maar misschien weet ik ook niet alles vanavond. Je kijkt naar wat werkt en het is vaak een vooronderstelling van wat je denkt dat aanslaat. Het is dit. Dat is het. Boeit niet, maar je doet het wel. Ook op deze stijve manier. Want met je eerste schreden op kunstenaarspad ben je ook verstijfd van angst. Is dit een enigszins bevredigende uitweiding op hetgeen je afvroeg? Oké. Op zich wel. We hebben het er straks nog over in de kroeg. Heerlijk. Welke kroeg? Doei Remco. Die gaat al naar de kroeg. Hoi, even een aanvulling op wat Koen net zei in zijn eerste ronde. Dat er inderdaad ongeveer evenveel gelezen wordt. Ik kan mij dat bericht nog vrij goed herinneren. En wat er tegenwoordig vooral gelezen wordt is nieuwsberichten op nu en NOS en Facebook en Twitter. En een stuk minder romans en verhalen en gedichten. Dus dat even ter aanvulling op wat Koen zei. Oké, daar ben ik je natuurlijk stiekem een beetje dankbaar voor. Aan de andere kant, ik denk dat er wel iets in zit. Ik ga het bij Daan Beke controleren. Weet je, voor de mensen die het niet kennen, Daan Beke is een soort van de wijze uil als het gaat om dit soort statistieke gegevens. Dus hoeveel wordt er gelezen, wat wordt er gelezen. Dus volgende week meer. Dit is een beetje een soort cliffhanger. Volgende week in deze aula. Boudewijn, je had nog een vraag. Vorige week had je het erover dat dichters van vorm veranderen wanneer ze iets over de actualiteit willen zeggen. Nu vertel je ook over deze loods en dat daar ook daar veranderen ook vormen en kavels en de manier waarop het wordt ingedeeld. Is daar eenzelfde soort systeem op van toepassing? Of?
met betrekking tot mensen die binnen hun oeuvre de omslag maken naar het actuele? Versus de hybride vormen die ik zo even heb beschreven. Eerder of de verandering in de kavels in de loods, of dat ook weer van toepassing is op de hedendaagse tijd, dat men daar wat meer over zou willen zeggen bijvoorbeeld. Of dat het... Ik weet niet of ik mijn vraag goed aan het formuleren. Nee, ik probeer mee te gaan. Ik denk dat literatuur altijd aan verandering onderhevig is. En de hokjes waarin we haar indelen dus ook. Dus het antwoord eigenlijk kort samengevat op je vraag is... ja, we hebben nu een totaal andere verkaveling dan bijvoorbeeld 100 jaar geleden. Waar 100 jaar geleden was poëzie echt de shit. Dus je had echt enorme ruimte voor poëzie. Nou, 150 jaar geleden, Mary, ik kijk jou even aan. 100 jaar geleden was poëzie totaal de shit. Dus het was gewoon één balzaal voor poëzie en een klein bezemkastje dan voor proza. Nou, die is helemaal uitgestukt. Er is het ZCafé bijgekomen, een nieuw klein hokje. Er is het werk van Lydia Davis, die ook iets anders doet, bijgekomen. Dus ik denk dat per eeuw gewoon helemaal... Weet je, het is net een soort huis van Vindicat, maar dan zonder de sushi en de plas tegen de muur. Dus telkens weer anders van indeling, naarmate men een andere manier wil vinden om te gaan met de letteren, of met de letteren met de ruimte. Maar ja, taal is ruimte. Denkruimte. Leefruimte. Ja? Oké, dankjewel. Nog meer vragen? Is tijd? Nou, ik wil nog wel even één vraag stellen. Ja. Je titel was: wat heb ik in godsnaam gelezen? Kan je je iets herinneren waarvan jij echt dacht: wat is dit? En wat moet ik hiermee? En wat waren je verwachtingen toen? Leuk. Ja, dit jaar nog. Een roman die totaal niet is opgepikt. Die maar één bespreking heeft gehad door mij. Dus echt niet is opgepikt. Het is een roman van een Engelse schrijver, Paul Kingsnorth. Een roman is uitgekomen bij, als ik me niet vergis, uitgeverij De Geust. En een roman heet Beest. En als ik het probeer samen te vatten, dan gebeurt er dit in de roman. Er zit een man, ongeveer anno nu, op een heide, op de heide. Er is een kat van 3000 kilo die hem achtervolgt. Hij gaat lopen door die hei. Op een gegeven moment is het de oertijd. Zijn er mensen die de koning willen vermoorden? Wie de koning is, weet je niet. Hij komt een paar veenlijken tegen. Dan zit hij in een computerruimte, heeft hij een saaie baan. Er wordt een dochter geboren, dan is hij weer terug op de heide met die kat. Het is een soort Fear and Loathing in Las Vegas, maar dan op de Engelse hei. Met een jumbo-kat. En de grap is dus, want je denkt natuurlijk van, oh, dit is een totale psychose. En uiteindelijk pleegt hij zelf, wordt hij gek. Loopt totaal anders af dan je zou denken. En de vorm waarin het is gegoten, en misschien neem ik volgende week wel een stuk mee, want het is zo magistraal, zo mooi verteld. Dus ja, ik dacht echt, nou, wat heb ik nou... gaaf. Wat heb ik nou eigenlijk gelezen, weet je wel? Ook, wat je ook kan hebben na afloop van bijvoorbeeld McDonald's eten. Je gewoon, oké, maar wat heb ik nou eigenlijk gegeten? Dat wil je ook niet weten eigenlijk. Dus overigens, dit is een hele grappige schrijver, deze Kingsnorth. Die is gedebuteerd met een roman waarvan de titel me nu totaal is ontschoten. Maar in die roman doet hij alsof hij oud-Engels kan. En die roman speelt zich ook af tijdens de invallen van de Saksen in Engeland, ergens in de 19e eeuw. En hij spreekt dus eigenlijk een soort pseudo-half oud-Engels erin. En het is echt ontzettend fantastisch. En op een gegeven moment begin je ook in het eigen taaltje zo mee te denken. En dat is gewoon heerlijk. Ik weet niet wie zich nog de jeugd van tegenwoordig kan herinneren met de hit Wat's Gebeurd. Nou, die debuutroman is gewoon Wat's Gebeurd, maar dan in het oud-Engels over Saksen die dorpen plat branden. Het is een trip. Is dit een bevredigend antwoord? Heb jij dat met een boek? Heb jij dat wel eens gehad? Wat heb ik in godsnaam gelezen? Nou, ik had het dus bij dat boek van Max Porter over het verdriet is het ding met veren. En ik vond het heel interessant dat het dus zo'n rare mengvorm was van alles en nog wat. En ik heb het ook echt per ongeluk in mijn brievenbus gekregen. Ik had er helemaal niet om gevraagd, omdat die kraai. En opeens was die er. En dat ik vond het wel heel mooi, omdat het in het boek eigenlijk ook gebeurt. En ik vond het heel erg mooi dat het dus een hele gekke manier is om dat verdriet van dat verlies over te brengen. En ja, ik vond het een ontzettend goed boek, maar... Ik moest er echt wel even inkomen en het nog een keer lezen. En nog een keer. En toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk best wel vet. Oké. Okay. Ja. Ik heb een terzijde over Max Porter uit de lezing geschrapt. Maar misschien is het wel leuk als ik het nog even als tenslotte meedeel.
al mijn ik zit dus in Amsterdam, heb ik tijdens het interview 2 weken geleden ook al zei. Dan zit je dus met de grachtengordel, mensen die al bij elkaar op de middelbare school hebben gezeten en allemaal veel geld van huis uit hebben en zo. En op een gegeven moment ging het over dat boek, Max Porter. Hè? En ze waren allemaal woedend. Ze vonden het allemaal trucjes. Eentje, iemand die dit jaar, een schrijfster dit jaar 2 grote literaire prijzen al heeft gekregen, zei, ja, zo kan ik het ook wel. Fantastisch. Zo kwaad. Wat? Misschien? Ik weet niet, er zijn al meer mensen met grote... Ik heb niet eens over nationale literatuur, misschien ook wel internationale literatuur. Maar zonder gekheid, het wordt dus ook wel, weet je wel, het wrijft ook wel. Dat is leuk. Dat is lekker. Heeft iemand anders tot een boek gelezen waarbij je denkt, wat de fuck heb ik gelezen? Welk boek, Maaike? Je had jeuk op je hoofd. Oké. Okay. Wie stak hier? Mattie? Ja, dat had ik bij Het Stenen Bruidsbed van Hardy Mulisch. Waarom? Nou ja, ik moest het lezen voor Nederlands. Ja. Yeah. Dus het was al met een beetje tegenzin. Ik dacht, nou, dat doen we meteen een moeilijk boek. Maar na 30 pagina's ben ik ermee gestopt. En toen heb ik een samenvatting opgezocht. Wat cool dat je dit zo toegeeft. Ja, dat zouden er meer mensen moeten doen. Misschien ooit nog een keer proberen. Ja. Maar na 30 pagina's had ik moeten weten dat hij een tandarts was en dat er iets met de oorlog was. En dat had ik niet begrepen. Oké. Toen dacht ik, nou, laat maar zitten. Maar toen was ik 18 en toen wist ik al dat ik Nederlands wilde gaan doen. Maar ik dacht, nou, dan komt dat dan wel een keer. Oké. Maar ik heb het nog niet gedaan. Nee, nou goed. Nou, jongens, kijk, Mattie is een van de studenten van een werkcollege. Dus dit is je huiswerk voor volgende week. Ik meen ik wel. Iemand anders nog? Ik heb een vraag, maar die gaat over de eerste bijeenkomst. Tijdens het vraaggesprek zei je iets over het sentimentele in je en dat je dat wilt beteugelen of dat je daar moeite mee hebt om het te beteugelen. En dat, ik dacht er weer aan, ook naar aanleiding van verdriet is een ding met vieren. Omdat er iemand dan zei, nou, dat kan ik ook wel. Ja. Maar wat is het sentimentele in je? In mij? Ja, want je noemde dat. En ik heb daar geen idee van wat het zou kunnen zijn. Nou, weet je, sentiment is gewoon gevoel. Maar sentimentele is een overdaad van gevoel en een gekoketeer daarmee. En dat je eigenlijk meer speelt op het feit dat er bijvoorbeeld wordt gejankt of gestorven in je boek, in plaats van de manier waarop je dat vertelt. Dat is eigenlijk een beetje het verschil. En ik had hier een aantal jaar geleden met een aantal andere dichters een beetje zo'n moeilijk gesprek over. Want wij hadden het gevoel dat je in de hedendaagse poëzie niet meer je gevoelens kon stoppen. Het moest allemaal een beetje abstract zijn. Het moest allemaal niet gespeend zijn van enige vorm van persoonlijkheid. En we hadden het idee dat je al snel werd afgestraft wanneer je gevoelens ook in je werk stopte. En wat ik zelf heel moeilijk vind, is gevoelens zo op te schrijven dat het geen kitsch wordt. Ik denk dat ik dat bedoelde vorige week. Want ik kan, dat ben ik doorgaans vooral in mijn dagboeken of in mijn column als ik ongesteld moet worden. Ik ben doorgaans wel genegen om het wat dramatisch te maken. Dus ik denk dat ik dat daarmee bedoelde. Is dat bevredigend genoeg? Ik moet ook even graven. Ja. Ja. Als dat het enige gevoel is dat je zou hebben, ja, dan is er niks aan te doen als iemand dat heeft. Maar als je sentiment hebt, het sentimentele, en daarnaast ook het vermogen om dat andere te hebben, wat is er dan mis met dat sentimentele? Niks, zolang het niet kitsch wordt. Zolang de manier waarop je het giet verfrissend is, qua taal, qua klank, iets toevoegt aan de vertelling die je al hebt. Dus Maarten van der Graaf, dat is een van de dichters met wie ik dat gesprek had. Maarten van der Graaf, jonge dichter, prijzen overladen. die zegt in zijn eerste bundel, zegt hij, begint een gedicht. Een gedicht wat hij voor zijn vriendin heeft geschreven met de uitspraak, ik ben verliefd op jou. En dat vind ik heel knap. Dat vond ik wel zeggen. Heb je jeuk? Al
Als je wilt schrijven, maakt het dan uit wat je gaat lezen? Moet je echt literatuur lezen? Of? Nou, oké, okay, weet je, om te weten hoe iets moet, moet je eerst weten hoe het niet moet, zeg maar wel eens. Dus dan is het aan te bevelen dat je Lars van der Werf gaat lezen. Maar flauw, want hij verkoopt en hij is ook een kurk. Nou weet je, er is wel een aantal standaard dingen die ik zou aanbevelen. Dus Mike zit ook in de groep. Jullie krijgen deze week wel een aantal korte verhalen te verstouwen die ik zelf wel belangrijk vind, omdat er stukken techniek in zitten. Jullie krijgen een verhaal van Salinger te lezen uit zijn 9 Stories. Omdat de manier waarop hij daar een conversatie laat plaatsvinden, hoe hij dat vertelt, hoe hij die mensen op elkaar laat reageren, doe dat maar eens na. Het, weet je wel, dialoog schrijven is hartstikke moeilijk. En hij geeft eigenlijk een heel goed voorbeeld van hoe het wel moet. Er is wel eigenlijk een aantal writers waar mensen meestal mee beginnen. Of ze dan automatisch meteen goede gedichten gaan schrijven, weet ik niet. Maar ik zou zeggen bijvoorbeeld, ja, ik zou in je omgeving rondvragen van wat lezen jullie graag, wat vinden jullie goed? Kijk wat in de kritiek populair is. Kijk of je het ermee eens bent of niet. Kijk of je het kan gebruiken om je tegen af te zetten. Ik bedoel, wat lees je nu zelf? Ik lees nu Brave New World. Brave New World. Ja. En wat vind je ervan? Ik vind het tot nu toe wel leuk. Is leuk het goede woord? Ja, vind ik wel. Ja? Ik vind het al vermakelijk. Hoe ver ben je? 107 volgens mij. Van de, ik weet niet hoe groot letters zijn. 30 pagina's. Oké. Ben ik benieuwd wat je inspireert je ook om zoiets te gaan schrijven? Een dystopie? Nee. Oké. We hebben het hier in de werkcollege wel over. Iemand? Ellen, ontzettend bedankt weer voor een hele inspirerende avond. Ik had begrepen dat het volgende week over haar 3 cavia's zou gaan. Dat gaat het dus niet. Het gaat dus over een beetje. Een beetje, maar het gaat dus voornamelijk over de toekomst. Ja. De toekomst van de letteren. Aan u de vraag of u dat even spannend vindt. Graag uw applaus voor Ellen. Ja.